Welkom in de studio van Christ Channel, Edward. Ja, vandaag willen we eigenlijk een onderwerp gaan aansnijden over Romeinen 12, vers 2 geloof ik had je het over, of vers 1. He, dus wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt vernield in uw denken. En ik denk dat is een heel groot probleem voor heel veel kinderen Gods. Ja, het is iets heel belangrijks als we deze tekst gaan lezen en continu over na gaan denken. Want als we bekijken hoe de wereld er vandaag de dag eruit ziet, dat vind ik helemaal eigenlijk een bijzondere tijd. Vooral als je een christen bent, ja. Omdat de Bijbel zulke zaken zeker aanhaalt. En als wij gaan denken aan een oplossing gewoon vanuit ons vlees, dan gaan we allemaal fouten maken. Ja. Want ik zie gewoon er steeds meer problemen bij komen, steeds meer discriminatie komen. Bijvoorbeeld, we mogen geen Zwarte Piet meer vieren, maar de kinderen mogen wel op Halloween eruit zien als een enge geest. Juist. Ja, ik snap niet dan het ene niet, het ander wel. Ja. Er komt steeds meer zoekend en uiteindelijk komen er steeds meer problemen bij. Ik zie ook steeds meer jongeren die leren van, je leeft maar één keer, dus ja. Ga helemaal los. En uiteindelijk krijgen ze ook steeds meer problemen. Wat mij opvalt bij sommige jongelui, dat ze extreem spelletjes gaan doen op het internet. Ik ben zelf natuurlijk een beetje op leeftijd, hè, dus ik speel die spelletjes, heb ik helemaal geen interesse in. Dus ik weet ook niet waar ze het over hebben. Maar ik hoor wel eens dat, dat je moet zoveel mensen recruteren om zoveel punten te krijgen. En ga zo maar door. Ik denk dat is dus echt wel een gelijkvormigheid naar de wereld. Ja, en ik denk ook, ik sprak pas geleden nog een hele lieve jonge man, maar die dan ook spelletjes speelt waar God denk ik geen behagen in heeft. Ja, omdat er onderwijs steeds meer komt vanuit het humanisme. En ik wil absoluut niet mensen kwetsen, maar als je dingen niet zegt, dan weten ze het ook niet. Dus ik hoop ook dat ik mensen kan laten zien hoe dom het is om dingen te doen zonder God. Ja. Want de mensen doen hun best. Maar het heet niet voor niks humanisme, want eigenlijk willen zij voor God spelen. En laten we niet vergeten dat de eerste zonde die gepleegd werd, dat was door een engel. Dat was gewoon door een engel in de hemel, ja. Lucifer. Ja. En hij had geen moord gepleegd, nee, hij werd trots, hij werd hoogmoedig. Hij dacht het beter te weten dan God zelf. En uiteindelijk kennen we hem nu als de duivel, als de Satan. Ja. En humanisme heeft daar heel veel van weg. Zij willen niet de manier van God volgen. Maar de manier die bij de mens past, die dus jouw gevoel streelt, die jouw vlees streelt. Als ik bijvoorbeeld laatst ook hoor zeggen dat premier Rutte zegt, iedereen moet de 1,5 meter wet aanhouden, iedereen moet de mondkapjes opdoen, maar prostituees hoeven dat niet. Ja. Mijn oren klapperen als gelovig iemand, dan denk ik, hè? Ja. Dit zie ik ook als een discriminatie. Waarom moet de kapper het wel? Waarom moet het in de sportschool of waar dan ook wel een bepaalde verplichting gehanteerd worden? Maar zo'n beroep als een prostituee hoeft dan niet. Ja, een beetje kromme gedachte. En in mijn gedachtebelevenis is ook, merendeels denk ik, van de prostituees, die zijn door loverboys in de circuit gebracht, hebben grote drugsproblemen, hebben gewoon echt hulp nodig. Dus hoe mooi zou het eigenlijk dan wel niet uitkomen, door deze verschrikkelijke pandemie, om dit beroep gewoon stil te kunnen leggen. Maar in plaats daarvan krijgen hun wel een uitzondering. En dat is ook een vorm van discriminatie en dat deugt niet. Wat ik ook mooi vond aan jou, dat vlak voor de Halloween, ik denk dat heel weinig voorgangers dat hebben gedaan en heel weinig evangelisten, maar naar de school toe bellen, naar de christelijke scholen, hè, en te vragen of ze ook Halloween vieren. Ja, het was eigenlijk al dik een maand voordat Halloween kwam. In mijn stille tijd met de Heer gaf echt de geest van God op mijn hart om te bidden wat er allemaal aan de hand is in de wereld. Dat er zoveel aan de hand is, weet je soms niet meer waar je moet beginnen om tegen te bidden. En al snel kreeg ik op mijn hart dat het binnenkort dan, een maand later toen, Halloween zou zijn en dat ik daar echt moest tegen bidden.
Omdat de geestelijke wereld is zo reëel. Ja. En de satanisten en de heksen nemen hun geloofsovertuiging soms, hun positie, vaak serieuzer dan wij christenen. Hoewel Jezus ons belooft dat wat wij binden in de hemel of op aarde zal zo zijn. Ja. Wij hebben autoriteit gekregen. En ik ging daar tegen bidden en noem het maar op. En het ging leven in mijn hart, hoe realistisch het is, hoe gevaarlijk het is, hoeveel slechte, donkere identiteiten wij in ons land, in ons huis, over onze kinderen, over onze scholen, over onze maatschappij afroepen. Ja, kijk, de Bijbel die heeft het over glibberige paden. En als je kijkt naar het satanisme en de hekserij en al die dingen meer, ja, dan begeef je natuurlijk op heel de glibberige pad. Maar ik denk, hoeveel kinderen gods zouden vandaag aan de dag meevieren met Halloween? Ik ben bang dat er toch wel veel zijn. Want als ik wel eens praat met mensen, dan zeggen ze, Edward, je overdrijft. Ja. En ik luister alleen wat het woord van God zegt. En het woord van God zegt ook, onderwijs. Want zonder onderwijs, ik zal mijn volk te ondergaan in Hosea. Ja. En verder zegt Jezus zelfs, in het laatste boek, in Openbaringen, was jij maar lauw? Ja. Was jij maar warm of was jij maar koud? Maar je bent lauw en ik kots van jou, ik spuug dat uit. Dat zijn hele heftige teksten. En mij raakt dat. Ik wil niet iemand zijn die Jezus kent, naar Jezus wil luisteren, maar wanneer mij het uitkomt. Ja. Nee, als hij dan ook zegt, hoewel ik het er niet mee eens ben, dan nog wil ik antwoord van God. En dat doe ik ook wel eens. Ik heb ook wel eens, Hans, dat ik denk, waar slaat het op, Heer? Ja. Maar het staat er niet voor niks in, dus leg mij dat uit. Ja, uiteraard. Weet je wel? En hij doet dat. Kijk, ik denk zelf persoonlijk, Jezus veranderde water in wijn. Maar wij doen heel vaak, wij doen eigenlijk veel water in de wijn. Hè? En we nemen overal eigenlijk maar genoegen mee vandaag aan de dag. Hè? Als ik ook kijk, hè, de Halloween, wat ook onder de kinderen gods gevierd wordt. De horoscoop, als ik kijk naar de Facebook, dan staat daar van, klik hier om te weten wat jij in de toekomst, dat je gaat trouwen, enzovoort. Dan denk ik van, ik zie de kinderen God dat delen. Ja. Hoe kan dat en wat? Ja, dat vraag ik mij ook af. Maar ik weet wel, als wij gewoon proberen raakvlakken te vinden met mensen. En als er een open gesprek komt, want het heeft geen zin om tegen een muur aan te praten. Nee, of door iemand strot heen te duwen, dat heeft geen zin. Nee. Maar als er een situatie zich voordoet dat iemand een luisterend oor heeft, dan is het vaak wel het moment dat God daar doorheen wilt werken. En dat is ook mijn ervaring. Ik heb bijvoorbeeld laatst iemand die dacht met mij te kunnen praten van wat ik van porno vind. En ik heb in mijn verleden een pornoverslaving gehad. Dus ik voelde raakvlakken om te begrijpen hoe na dat is. Maar ik kende ook iemand die jou daarvan kan, jou kan van genezen, jou kan helpen, hè? De Heer Jezus. Ja. En toen had ik gewoon ingang om het evangelie te kunnen vertellen. Juist. En deze persoon, die op zijn manier gelooft, maar geen levend geloof heeft, die kon alleen maar zeggen, wauw. Hoe de Bijbel zegt dat het woord als zaad is. Ja, maar je hebt het er ook al over, hè, dat je dus eigenlijk zegt, er is iemand die gelooft wel, maar hij heeft geen levend geloof. Ja, dat is het probleem van heel veel mensen. Kijk, ik zeg altijd zo, God is al zo lief, hè? Zo lief dat hij de ziel gewoon redt alleen maar als hij Jezus aanneemt. Ja, zo lief is God. Ja. Maar God wil jou ook beschermen tegen de vijand, tegen de duivel. Juist. En het menselijk systeem, het wereldsysteem, dat is steeds duivelse aan het worden. Want het gaat steeds meer tegen het woord van God in. Ja. En misschien willen mensen dat niet horen, maar kijk maar eens om je heen. Het is niet meer normaal. Waar u het over had, dat komt door Squid Games. Dat is nummer 1 Netflix-serie op dit moment. Zo. Ja. En het is voor vanaf 16 jaar te kijken, maar toch doen ze het in kinderspelletjes. Dus er zijn gewoon kinderen die dat spelen, die nog geen 10 jaar zijn, die worden er al aan blootgesteld. En het is gewoon heel smerig. Ook als je bijvoorbeeld tv gaat kijken, om 5 uur kan er zomaar een reclame komen die jij niet wilt zelf al zien, laat staan dat je kind dat ziet. Ja. Dus het wereldsysteem is gewoon hartstikke beïnvloed door dingen die niet goed zijn. Ja. En God wil ons daarvoor beschermen. Kijk, media is mooi en is goed. Als je naar de positieve dingen kijkt op de media,
Maar geloofskanalen. Maar dat is snoep ook. Een stuk gebak is lekker, maar geen heel taart eten, dan ben je kotsmisselijk en vind je het niet meer lekker. Nee, klopt, net als een zakje drop. Eén dropje is lekker, een hele zak. Dan word je aan het eind van de zak. Ja, dan word je misselijk. Dan heb je zoiets van gat voor daddy. Ja. He, en ik denk dat het ook moet zijn dat wij eigenlijk moeten nadenken van waar kijken we naar en hoe kijken we ernaar. En wil ik daar nog naar kijken? Kijk, ik hou van een goede knokfilm, dat vind ik mooi. Rocky, oh ja, heerlijk. Ja. He, maar soms kan de knokfilm zo erg zijn, of een horrorfilm zo erg zijn. We kijken gewoon en zeggen, ja, en nu doet Harry Potter maar. Nee. He? Ja. De meeste films worden ook gemaakt, zo reëel mogelijk. Ja. Ik ben er sowieso van overtuigd dat een christen beter geen horrorfilm kan kijken. Want dat is gewoon demonische machten en krachten en entiteiten waar we ons niet bloot aan moeten stellen. Wat dus, ons geesten van angst misschien wel kan veroorzaken. Dus je zegt eigenlijk, zoet en zout komt niet uit dezelfde put of uit dezelfde bron. Nee, maar ik geloof wel dat als jij een bepaalde bediening hebt, dat het leerzaam kan zijn om bepaalde films te kijken. Dat zou kunnen, maar dan moet je ook heel duidelijk Gods stem daarin verstaan en je niet laten verleiden door iets te doen, ook al weet je dat je het beter niet kan doen. Juist, ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met niet gelijkvormig willen zijn aan deze wereld. Ja, we moeten als christenen heel sterk in onze schoenen staan, maar dat is in principe met alles zo. Ja. Als jij een beroep uitoefent, dat jij een Franse keuken hebt, ja, dan kan je jezelf niet naar solliciteren bij een Chinees om een Chinese keuken net zo goed te kunnen koken als jouw specialiteit als Franse kok. Maar je bent wel allebei een kok. Ja. En zo is het ook in alles zo. In je beroep, in het christelijk zijn, je moet de zaak serieus nemen. Dus eigenlijk wat je hiermee zegt is, je moet bij je leest blijven. Bij je les. Ja. Waar God je voor geroepen heeft. Dus wat ook in Efeze staat, Efeze 5 vers, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt vernieuwd door uw denken. In uw denken. En ik denk dat dat ook een belangrijk iets is. Ik weet wel zeker dat dat heel belangrijk is, want in hoofdstuk verder, Efeze 6, daar leren wij ook dat wij niet te maken hebben met eigenlijk met vleeselijke machten en krachten, maar met geestelijke. Maar die vleeselijke machten, is dat dan alleen maar gebonden aan porno of aan een drankverslaving of aan een drugsverslaving, of zijn dat ook andere verslavingen? Alles, ik ben van overtuigd dat alles geestelijk is. Deze tafel is niet zomaar gemaakt. Iemand moest eerst in zijn hoofd bedenken en het eigenlijk al visualiseren. Zo ziet dit eruit, zo ziet de tafel eruit, en daarna visualiseren van hey, dit en dat heb ik nodig. En dan komt het tot stand. Ja. Nou, ons lichaam, hè, dat zien wij. Eigenlijk is dat dus het voertuig hier op aarde die wij mogen gebruiken. Ja. Het is aan ons hoe wij het ook onderhouden. Je kan het ook zien, hè, aan iemand, of je verzorger uitziet of niet. Dat komt ook door de onderhouding. Ja. Maar eigenlijk draait alles om de ziel. Want zonder de ziel ben je dood. Je ziel zijn dus jouw emoties, jouw karakter. En wanneer de geest op leven komt, dat kan alleen als wij met geestelijke zaken bezig zijn. En wanneer wij dus in Jezus gaan geloven, dan komt de Heilige Geest en dan krijgen wij een echt geestelijk besef. En dan is het nog aan ons, waar kiezen wij voor? Als wij dus voor iets slecht kiezen, dan zal het lichaam daarop reageren. Als wij een verslaving krijgen, is dat geestelijk, dus je bent gebonden eigenlijk onzichtbaar en aan je lichaam zal je het zien. Ja. Ja, ik denk dat het zo werkt. Ik denk dat de geest van God getuigt ook met onze geest als we kinderen God zijn. Absoluut. Dus eigenlijk verneem je het wel bij jezelf als je een spelletje doet, een demonische spelletje, dat het eigenlijk verkeerd is. Ja, wanneer wij dus, dat is zo mooi, hè, wanneer wij een relatie krijgen met God, dan weten wij dat zijn vruchten, liefde, blijdschap, goedheid, geloof, genade, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vrede, vriendelijkheid. Ja. En dus als er een andere emotie of een karakter is dan deze 9, dan weten we al dat het nooit van God is. Nee. Dan is het van de wereld of misschien wel van een andere identiteit, van de duivel. Dus kijk, als ik eet wel eens een mandarijntje.
En als de man er eentje te lang ligt, dan gaat hij wat schimmelen. En als je dan af gaat pellen en je gaat er eten, dan proef je dat verschil. Ga je proeven. He, dus ik denk, zo is het ook in de Bijbel, dat de Bijbel die heeft het over de vruchten van de geest. He, en ja, we kunnen ook vruchten van de wereld hebben. Ja. Maar uiteindelijk, misschien dat ze in het begin lekker smaken. Ja. Maar uiteindelijk leiden ze tot de dood. Ja, maar dat is een heel, heel mooi voorbeeld. Dat is ook zo met aan elk gevolg zit een consequentie. Je kan een hele mooie Mercedes hebben. En dan daagt het misschien uit om te hard rijden. Ja. Maar je weet ook de consequentie daarvan. Het kan zomaar zijn dat je gevangenisstraf krijgt. Of een dikke rekening krijgt. En dat wil je niet. Nee. Nou, als wij dus op het pad van God lopen. En dat zegt niet voor niks het woord zeggen. Het is een smalle pad. En dat komt omdat de wereld ons wilt verleiden. Het, van alles. De duivel kan God niet pakken. Dus wat doet hij? Hij wil zijn kinderen pakken. Maar, nu hebben we het even over. De duivel probeert ons te pakken. Ja. Hij probeert ons te verleiden. En hij probeert ons eigenlijk in een bepaalde hoek te zetten dat we uitgeschakeld zijn. Maar hoe kun je dat voorkomen? Door te luisteren naar God. Ik ben zelf heel occult belast geweest. Door Reiki en al die dingen. Dus ik weet dat dat heel echt is. En dat het ook lijkt alsof het helpt. Maar het helpt je van een ene probleem. Maar je krijgt zoveel problemen terug. Zodat je ook gebonden bent aan New Age, hekserij. Ja. Allemaal uit een occulte bron van satanisme. Ja. En ik wist dat niet. Ik dacht, ik word geholpen. En dat is de verleiding als jij God niet kent. God wil jou beschermen dat hij de enige bron is die jou zuiver kan helpen. Er zijn heel veel bronnen die jou zeggen te kunnen helpen, maar uiteindelijk ben jij ook gebonden. En gaat dat ook zich manifesteren naar de vlees, maar ook naar de geest. Je krijgt angsten, je krijgt nachtmerries, je wordt depressief. Allerlei zaken waar God ons nogmaals echt voor wil beschermen. Juist. Dus het is wel oorzaak met een gevolg. Ja. Dus het is niet maar even vrijblijvend een dwaaierbord pakken. Of vrijblijvend even te gaan pendelen. Nee. Of vrijblijvend even de horoscoop te gaan lezen. Nee, inderdaad. Ik heb die dingen allemaal gedaan. En ik heb daar heel veel spijt van. Maar op dat moment kon ik er geen spijt van hebben, omdat ik God niet kende. Ik kom uit een gezin, een heel warm en een lief gezin. Maar dat was geen godsbesef. Dat was gewoon, leef gewoon. Met alle goede normen en waarden die de wereld heeft. Maar als je tot levend geloof komt, kom je erachter dat deze normen en waarden zo humanistisch zijn. Zo leuk lijken, maar uiteindelijk zo jou in verwarring brengen. Jou zo zoekend maken. Jou zo soms, dat je spijt krijgt van dingen achteraf. En God wil ons daar zo voor beschermen. Als je bijvoorbeeld kijkt al, hè, dat kinderen van 12 soms al dingen doen. Zonder dat ze het weten. Maar dat komt puur door de spelletjes die ze spelen. Waar ook staat vanaf 7 jaar. Of de tekenfilms. Laten we daar eens over beginnen. Dat is, in tekenfilms zie je ook echt hekserij. En zie je gewoon letterlijk. Gewoon echt. Hoe zeg je dat? Tekenen die ook echt occult zijn. Die gewoon echt uit het satanisme komen. En die zie je gewoon voorbij komen in tekenfilms. Ja, als je ook te maken hebt van Harry Potter. Die vrouw. Zij is ook een satanist. Oh. Zij is een van de hoofd, juist, van de Satanskerk. Ja. Dus zij heeft het niet zomaar even gepakt als een verhaal. Maar zij heeft deze verhaal, heeft ze een gezicht gegeven. Ja. En als je kijkt naar toen Harry Potter op dat moment op televisie kwam en in de bioscopen. Toen zijn de heksen. Scholen, want er zijn scholen hier in Nederland, die zijn er. En daar werden kinderen voor aangemeld, omdat ze wouden ook heks worden. Ja. Dus het oorzaakgevolg is enorm groot. Ja, en het mooiste van alles is, Hans, ik heb een heel zacht hart voor heksen, voor satanisten. En weet je waarom? Omdat God van hun houdt. Amen. God kan hun veranderen. God heeft mij veranderd. Ik deed ook die dingen. Misschien niet zo extreem. He, omdat ik vooral onwetend was, maar de meeste heksen of warlocks of zo, die doen het niet om de Satan groot te maken. Die doen het omdat ze denken, hey, hier kan ik mensen mee helpen. Juist. En dat is zo'n dwaalleer, dat is zo'n naar iets. Er zijn zoveel heksen die ook zelfmoord willen doen. En zij begrijpen er niks van, omdat zij niet praten met engelen.
Zij doen zich voor als engelen, maar het zijn gevallen engelen, het zijn demonen. Ja. Het zijn alleen maar identiteiten die jou kapot willen maken. Waarom? Ja. Omdat de Satan boos is op God. En nogmaals, hij kan God niks doen, dus wie wilt u pakken? De kroon op Gods schepping. En dat is de mens. Ja, uiteraard. Ja. Juist. Ja, en dat zijn belangrijke dingen. Maar wij als kinderen Gods moeten wel ervoor zorgen dat wij dus... op die pad van de Heer blijven. Ja. En ik denk dat de Bijbel wel een aantal richtsnoeren heeft die wij in ons dagelijks leven moeten gaan hanteren. Zoals de wapenrusting. Ja. Denk ik. Ja, dat is heel bijzonder. Als je dat ook geestelijk gaat bekijken, even zo in de notendop, dan zien we dus de helm. Waarom de helm? Omdat we alleen de gedachten van Christus moeten hebben. Als er gedachten van jouzelf bijkomen, of van de vijand, hè, want dat is zo mooi, het is een wapenuitrusting, ja. Dus om je te beschermen tegen de vijand, en dan heeft de Bijbel het niet over het vleeselijke vijand, maar over de geestelijke vijand. Juist. En mensen kunnen zich laten gebruiken, of door God, of door het kwaad. Ja. En soms hebben wij dat geen eens door. En als er dan mensen zijn die tot geloof komen, is het belangrijk dat ze goed onderwijs krijgen. Ja. De helm om ons gedachten te beschermen, het panzer om ons hart te beschermen. Want dat is heel moeilijk soms. Ook voor elk mens. Maar God zegt, bescherm je hart, daar woon ik. Hij zegt zelfs, ik zal die stenen hart veranderen in een vleeselijke hart. Ja. Door Jezus. Maar dat kan alleen als wij vol zijn van deze Jezus. Altijd kijken, hoe zou Jezus het doen? Ja. Want ik kan wel tegen een heks zeggen, jij vieze heks, je doet ze. Zo'n heks denkt, nou, ik help alleen maar mensen. Juist. Uit onwetendheid. Ja. Dat geloof ik echt, dat heel veel... mensen zijn die ook niet satanist willen genoemd worden, hoewel ze satanist zijn. Juist, ja. En als zij de liefde van Jezus proeven, zien dat Jezus alles ook kan, zoals Filippus dan liet zien aan Simon, die gemeenerik in Samaria, wat zei hij? Ja. Ik wil alles. Maar hij begreep er niks van, hij wou zelfs de Heilige Geest kopen. Want zo ontkomt was hij nog, had bevrijding nodig. Ja, maar hij wilde wel deze Jezus leren kennen. Juist, en dat is zo mooi, hè, als je dat dan ziet. He, van, soms hebben mensen niet door waar ze mee bezig zijn. Bij mensen hebben nooit wat door. Vaak is er eigenlijk een beetje, als ik het een beetje mag verwoorden, dat iemand eigenlijk verstandloos dingen gaat doen. Ik denk, daarom dat het zo mooi is, we zien dat alles oorzaak en gevolg heeft. Ziekte is niet van God. Dat komt door de gevallen wereld. En dan zeggen mensen ook, waarom? Is er een kanker om het zo maar te noemen? Dan zeg ik, waarom rijden we nog steeds op olie en benzine als we op zonlicht kunnen rijden en op energie? Juist. Geld, hebzucht, macht. De mens wil iets waar God ons al voor wil waarschuwen, wat we ook kunnen lezen. Ja. Dus de oorzaak is altijd de mens. En daarom is ook het zo mooi dat wij als mens ook, mits wij dus echt de Bijbel helemaal gaan gehoorzamen, het paradijs op aarde kunnen verwezenlijken. Zeker, ja. Maar dat zal, omdat het ook zo geschreven staat, zal dat nooit helaas gebeuren, omdat er toch zoveel verleiding is. En de meeste mensen, die kunnen niet hun rijkdom opgeven of hun status die de wereld heeft. Want God leert ons ook, een goede leider zal een dienende leider zijn. Ja, ik kijk, één ding wat ik wel zie, hè. Je wordt in heel veel kinderen Gods, die krijgen wel onderwijs. Maar ik denk dat er best wel eens een keer wat ontbreekt aan de onderwijs in sommige kerken. Hè, ik heb het ook wel gehad dat ik het wel over de liefde van God had. En de God is lief en hij houdt van jou. Hè, maar zodra dat wij op het terrein gaan komen van God wil iets van jou, dan wordt het heel anders. Ja. Ja, daarom, het woord moet leven. Het woord moet gewoon leven. En als je het leest, word je bemoedigd. Want in de bergreden, een heel bekende prediking die Jezus zelf geeft, in hoofdstuk 5, dan zegt Jezus, wanneer er dan over jou geroddeld wordt, kwaad wordt gesproken, misschien word je wel geslagen, wees dan blij. Ja. Huh? Wees dan blij. Ja. En dan zegt Jezus, want de profeten zijn jou voorgegaan. Ja. Jezus liep daar de ene dag dat iedereen zei, halleluja, wat een geweldige vent. En de andere dag staat er, ze wilden hem van de berg afgooien, ze wilden hem stenigen. Ja. Want de waarheid doet soms pijn. Dus eigenlijk willen de mensen wel wat horen wat ze willen horen. Ik ben ervan overtuigd, daarom dat het belangrijk is, dat wij niet vanuit onze eigen kracht het gaan doen,
maar geleid door de Heilige Geest. En als er dan situaties en momenten zijn om te getuigen, dat we die dan ook daadwerkelijk durven te pakken. Ja. En als het moment daar niet is, en dat je dan ook weet, oké, Heer, dank u wel voor wat ik zie, ik zal ervoor bidden, maar verder kan ik er niks mee, want ik voel gewoon dat ik er niks mee kan. Ja. Gehoorzaam zijn. Maar wel durven uit te stappen, want we zien nu in de maatschappij dat we een heel groot probleem hebben. En dat komt doordat wij bijvoorbeeld, als je kijkt naar andere landen zoals Afrika, die hoef je niet te leren van ga eens naar een witch doctor, hè? Naar een voodoo. Die geloven al geestelijk en spiritueel dat er zowel goed als slecht is. Zij zien ook dingen veel scherper eigenlijk dan hier in het Westen. Ja. En nu zitten wij met een heel groot probleem hier in het Westen en dat noemt zich het humanisme. Ja. Het humanisme heeft overal de antwoord op, juist, maar wel zonder God. En er zijn heel veel kerken die gewoon tegen het woord van God ingaan. Ja. Die gewoon zeggen, het homo-huwelijk is prima. Ja. Ik heb niks tegen de homo. Totaal niet. Ik hou van elk mens. Amen. Omdat Jezus me dat heeft geleerd. Maar Jezus heeft ook gezegd, ik hou van de zondaar, maar niet van de zonde. Juist. Ja, en dan maakt het helemaal niks uit wat voor zonde het is. Totaal niet. Kijk, vroeger hadden we het in het Oude Testament over een grote en een kleine zonde. De ene moest een duif offeren en de andere die moest een schaap offeren. Maar gelukkig is Jezus het offerlam voor ons geworden. Waardoor wij dus niet meer dat hoeven te doen. Maar vandaag is er aan de dag wordt er nog heel veel, heel veel gebagitaliseerd in kerken ook over de zonde. Ja, maar dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Er is in het verleden, hebben de kerken zoveel, ja, wat je gewoon ook weet, totaal niet van God is, gewoon zoveel kwaad gedaan. Protestanten tegen katholieken en andere denominaties, die hebben elkaar zo gedwarsboomd, elkaar zo pijn gedaan, dat je zelfs zonde kon, dan moest je geld geven en dan had je geen zonde meer. Ja. Ik heb dat nog nooit gelezen in de Bijbel. Nee. Je zonden zijn vergeven, heel simpel, door Jezus Christus. Als ik dat moet betalen, nou, ik al ook, mijn zonden, onmogelijk. Dan heb ik wel een paar miljard nodig. Ja, ik ook. Maar daarom, er is zoveel kapot gemaakt en de wereldse systemen hebben daar goed op gespeeld. Waardoor wij als kerk ook dachten, ja, laten we maar gewoon het belangrijkste vertellen over Jezus en verder niet. En, maar het probleem is, als jij wilt groeien als christen, dan moet je niet altijd maar melk krijgen. Nee. En wij als sprekers is het goed om ze melk te geven, maar ze wel hongerig te maken dat de persoon die van ons melk krijgt, vlees wilt. En als je vlees wil, moet je gaan jagen. Dus dan moet je het woord van God pakken en gaan lezen. En ook zeggen als je met iets niet eens bent, durf te zeggen, Heer, ik ben het hier niet mee eens. Maar u hebt altijd gelijk, dus onderwijs mij, zodat ik inzicht krijg waarom ik geen gelijk heb. En dat durven veel mensen niet. En waarom niet? Hoogmoed, trots. Zeer gevaarlijk. Kijk, het mooie is, het Bijbel spreekt over het levend woord. Ja. Het woord is levend geworden. Waar jij het ook al over had. Als je iets niet begrijpt, vraag God dan. Vraag de Heilige Geest. En ik geloof er zeker in dat Hij je gaat openbaren. Ja. En ik geloof zelfs zo, als de kerk opstaat, dan gaat er veel kracht van uit. Als ik kijk naar al die opwekkingspredikingen, want ik vind dat zo mooi, hè. Als ik Hebreeën 11 lees over al die geloofshelden, dan zie ik ook gewoon in de geest Corrie ten Boom daarbij staan. Amen. Echt waar. Ja. Zij leefde de Bijbel. Zij heeft gewoon dat allemaal gedaan wat de Bijbel leerde. Toen de Joden niet meer binnen mochten komen, zij wist gewoon, dit gaat tegen God, dit is humanisme. Ik ga hier niet mee akkoord. Zij wilde ze haar leven geven om gewoon te zeggen tegen de politie, hier zijn geen Joden. Ze verstopten ze. Waarom? Ze was gehoorzaam aan God. Een mensenleven gaat altijd boven de wet. En dat had zij door. En God houdt zoveel van de mens dat hij een bevrijder heeft gegeven. Jezus Christus, Amen, die de sleutel is. Maar hij heeft ons iets geleerd. Amen. Leg de handen op de zieken. Juist. Bevrijd mensen van boze machten. En verkondig het evangelie. Juist. In tekenen, in wonderen zullen u volgen. Amen, amen. En dat is ook het bewijs dat God met de gelovigen is. Dat zie ik ook weer terugkomen bij jou in Oud-Wit-Zutphen. Dat tekenen en wonderen zullen volgen, want de mensen worden vrij. Die leren Jezus kennen, leren een andere identiteit kennen, leren het woord van God kennen en nemen niet genoegen met het melk en een beetje extra schepje suiker. Dat deden we vroeger, als onze baby een beetje wilde verwinnen. Extra schepje suiker
bij de speen. En dat is altijd zo lekker. Ja. Maar het woord van God zegt iets anders. Ja. He, we moeten niet gematigd zijn in onze handel en wandel. We moeten als mariniers zijn. Ja. He, en niet bang zijn en achteruit deinzen. Maar juist vooruit tegen de stroom in. En dat wil ik ook veel mensen meegeven. Van mensen, neem niet genoegen met één stukje land waar je mag grazen. Maar neem genoegen met het woord van God. Neem dat ter hand en ga te strijden. En je zal een overwinnend leven gaan leiden. Net als dat Edward het heeft en dat is dat ik het heb. En dan zal je zien, de vruchten van de geest. Hè, is niet alleen liefde, blijdschap, vrede. Maar je zult ook de werking van de geest gaan zien in je leven. En daar wil ik je mee bemoedigen in de naam van Jezus. Amen. Dankjewel.